Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza en hij is voor het paasweekend. We beginnen met schitterend weer, er zijn slechts een paar wolken vanochtend boven Nederland. Maar in veel regio's schijnt de zon volop. Het is ook droog en er staat weinig wind en de temperatuur ligt aan het einde van de ochtend zo rond 8 graden. Maar in de loop van de dag begint wel de lucht te betrekken. Er komen stapelwolken en vooral vanmiddag zijn die groot genoeg om een enkele bui te produceren. Dat betekent dus dat we het niet overal droog houden. Het wordt zo'n 7 graden op de Waddeneilanden, 10 in het noorden en 12 in het zuiden. Ook vanavond wolkenvelden en vooral de zuidelijke helft van het land her en der wat regen of motregen. Dat geldt ook voor de nachtelijke uren, al trekt het regengebied dan wel wat naar het noorden. Morgenochtend regenachtig weer in het westen, noordwesten, midden en zuidoosten. Maar in het noordoosten en zuidwesten is het zo goed als droog. Smiddags wordt het op meer plaatsen droog en het is 7 graden op eerste paasdag. Tweede Paasdag wordt het vooral in Limburg zachter, 14 graden, maar er kan wel eerst enige tijd regen vallen. Na de Paasdag gaan de temperaturen echt omhoog, dinsdag en woensdag 16 à 17 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.